zijn nogal wat mensen die reageren op die berichten over de aardbeving in Italië, hoe heftig dat al was en hoe het hen aangrijpt. En veel mensen die net dezelfde vraag via de app en zo stellen, die jij al de hele ochtend loopt te stellen, konden ze dat niet zien aankomen? Zijn er dan geen wetenschappers die zo ergens kunnen waarschuwen dat er zo'n aardbeving aankomt? Dus we hebben even gebeld met geoloog Manuel Sintewin van de KU Leuven. Goedemorgen, meneer Sintewin. Goedemorgen. Is dat te voorspellen op een of andere manier dat er zo'n krachtige aardbeving aankomt? Ja, er is eigenlijk voorspellen en voorspellen. Hè. Dus als je echt wilt voorspellen, zo van volgende week, ergens op donderdag, zal er een zware aardbeving zich voordoen, dat kunnen we niet. En dat zullen we ook nooit kunnen, dus daar moeten we onze hoop niet op stellen. Maar wij voorspellen wel degelijk aardbevingen op die wijze dat we eigenlijk de gebieden afbakenen waar dat het risico dat er in de komende jaren zich een zware aardbeving voordoet het grootst is. Ja, en dus bijvoorbeeld in heel de regio van L'Aquila en Amatrice, dat was alom geweten door ons dat dat een van de gebieden is waar dat het risico het grootst is. En dat betekent dus dat iedereen zich daarop moet voorbereiden en weten dat dat morgen kan gebeuren of pas binnen 10 jaar, maar dat het kan gebeuren. Ja, maar je hebt niet de indruk dat ze daar echt goed voorbereid waren, hè? Ja, dat is dus eigenlijk het probleem en dat zie je in veel aardbevingsgebieden. Kijk, hè, je moet beseffen, een aardbeving is iets, of een zware aardbeving, hè, die dan schade en slachtoffers maakt, is iets dat eigenlijk heel zelden voorkomt. De mens dus dat is eigenlijk bijna pure psychologie. Het is heel moeilijk de mens te overtuigen van iets dat mogelijk niet in zijn leven gaat voorkomen. Ja. Je merkt dat als je op bezoek bent in aardbevingsgebieden, of dat het nu Californië, Turkije, Italië is, dat er een zeker fatalisme is. En dat men soms de vraag stelt, moet ik mijn huis nu wel beveiligen voor die aardbeving? En als die aardbeving dan komt, ja, dan is het geluk hebben of pech hebben. Hè? Ja. Dus het is heel raar om daarmee om te gaan. Maar de huizen, daar zijn allerlei geruchten over dat bijvoorbeeld malafide bouwfirma's, dat die daar niet op geen enkele mogelijke manier voorbereiding hebben getroffen. Hè? Kijk, je moet een aardbeving van magnitude 6 is niet het einde van de wereld uiteindelijk. Daar kun je op een heel efficiënte manier je gebouwen voor beveiligen, je huizen voor beveiligen. Hè. Die strikte bouwcodes die zijn ook in voegen, ook in Italië. Maar we zien al te veel, in L'Aquila was dat ook het geval, dat dus die bouwcodes niet gevolgd worden. Hè. Mm-hmm. Dus dat is... Ja, dat is eigenlijk bijna misdadig. Het is misdadig. Dat bouwpromotoren, ook bouwheren en aannemers het niet zo nauw nemen met de kwaliteit van de beton, met de kwaliteit van de bewapening en dergelijke. Dat is gewoon misdadig. En vele van de slachtoffers, zeker ook in L'Aquila, zijn het gevolg daarvan. Zeg maar, wat moeten we doen? Wat moeten mensen in het algemeen doen? Stel, je belandt in zo'n gebied waar een aardbeving plaatsvindt. Wat heb je een tip voor ons? Wat moeten we dan doen? Kijk, men zegt altijd, je moet je eigenlijk voorbereiden. En je moet kleine voorbereidingen die je kunt nemen. Klassiekers zijn bijvoorbeeld altijd zorgen dat je water bij je hebt. Dat je gsm volledig opgeladen is. Eventueel 's nachts zeker een pilamp bij de hand hebben. Ook een klassieker is bijvoorbeeld naast uw bed altijd schoenen hebben staan in aardbevingsgebied. Dat is, waarom is dat? Dat is wanneer dat er een aardbeving is, heb je eigenlijk veel glasbreuk. Uh-huh. En als je naar buiten wilt gaan, dat je schoenen aan hebt. Dat je niet op je blote voeten moet. Dat zijn allemaal zo van die kleine dingen. Is dat ook de tip om naar buiten te rennen zo snel mogelijk? Nee. En dan de belangrijkste tip, en dat is compleet contra-intuïtief. Dat is dus als je in een gebouw zit tijdens de aardbeving, dat is de fameuze drop cover en hold on, dat is onder de tafel duiken en wachten tot de aardbeving voorbij is. En dan na de aardbeving kun je zien of dat je op een veilige manier het gebouw kunt verlaten. Hè. Omdat je,
al te veel ziet, tijdens een aardbeving vallen er veel brokken en andere dingen van plafonds en van muren. En als je dan naar buiten loopt en je komt net buiten, dan kan het goed zijn dat je een of ander ornament van boven de deur op je kop krijgt. Ja, ja. Of dat je glas naar beneden komt. En onder een tafel zit je dan eigenlijk gewoon veilig. Onder de tafel zit je eigenlijk relatief veilig. Okay. Wel, ik hoop dat we het nooit moeten meemaken. Nee, absoluut. Dat we onder een tafel moeten gaan zitten. Goed, dank u wel voor de uitleg. U hebt ons zo goed bijgepraat, meneer Sint-Pin. Dank u wel. Oké, graag gedaan. Dag. Het is ondertussen...